Ja, zo sta je pannenkoeken te bakken en zo sta je je droger te redden. Lang geleden. Maar af en toe is dit gewoon lekker ontspannen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. En Jesse ligt lekker te slapen en René is werken. Dit geeft mij een mooie gelegenheid om eventjes te stoeien met deze spiegel en de scharnieren. Ik heb ze erop geplakt, maar of ze goed blijven zitten, dat ga je zien in deze video. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En het is wel eens leuk zo'n introotje via de microfoon. De volgende keer zal ik hem wel weer gewoon in de camera toespreken. Maar dat was ik even vergeten. Ja, dat heb je wel eens, hè, als je druk bezig bent. Help mijn man als klusser, is er niks bij. Ik zie een nieuw format. Ik ga het hierbij laten. Veel plezier met kijken. Ja, nou, het spiegelverhaal was dus helemaal ruk. Hij bleef niet plakken. Hij was niet sterk genoeg, denk ik. Of te weinig lijm. Maakt niet uit. We hebben nu andere lijm besteld. Die komt morgen binnen. Of overmorgen. Twee componenten lijm van Bison. Dus dat zou echt wel... dat moet hem gewoon gaan worden. Dus dat laat nog even op zich wachten. Oh ja, daarentegen kan ik wel... Nee, ga ik later doen. Die ligt nou helemaal daaronder en ik heb weinig tijd. De spiegel wilde ik laten zien, maar dat doen we nog niet. Hou je nog even spanning. Maar ik ga voor het eerst in 17 jaar stemmen. Ik weet op wie ik ga stemmen. Het heeft lang geduurd. Ik heb een aantal stemwijzers gedaan. Daar ben ik niet echt heel veel bij ze van. Maar ik heb heel lang niet willen stemmen. Terwijl ik een beetje zenuwachtig ben. Ik heb heel lang niet gestemd. Eigenlijk omdat ik gewoon het hele politieke zooitje gewoon één grote poppenkast vind. En mensen zeggen, zoals Rutte en zo, vinden wat zij vinden. Maar ze zijn eigenlijk gekozen door het volk. Ze zijn volksvertegenwoordigers. Dus ze zouden eigenlijk moeten doen wat de meerderheid van het volk wil. En dat gebeurt niet. En niet alleen Rutte, maar eigenlijk de meesten die daar in de Tweede Kamer zitten. Dus aan de ene kant ben ik voor democratie. En denk ik dat we het allemaal nog niet zo slecht doen. Aan de andere kant, het belangrijkste vind ik gewoon de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Hij moet gewoon opstappen. Het is gewoon... Kei grote fout. Heel veel mensen die zitten in de pinari, huis kwijt, baan kwijt, huwelijken uit elkaar, weet ik het allemaal, voor ellende. Het is gewoon verschrikkelijk. En eerlijk zillig, hij is eindverantwoordelijk. En hij kan wel zeggen, we kijken naar de toekomst, ik probeer het zo goed mogelijk op te lossen. Beetje te laat. Dus gewoon tijd voor een nieuwe. Je hebt het best goed gedaan, denk ik. Maar dit is gewoon te grof. Dus ik ga stemmen, ik weet op wie, ik ga niet vertellen wie, want... mensen zijn ontzettend agressief tegenwoordig. Als ik dan vertel, ik stem op die of die. Dan zijn er altijd wel mensen die daar ontzettend mee oneens zijn. En daar heb ik niet zoveel zin in. Iedereen moet gewoon lekker stemmen wat hij wil stemmen. Dus dat ga ik nu even doen. Zo. Ik ga eventjes onder de zonnebank. Maar het is... Oh. Koud. Koud. Dat is een ding. Zo. Lang geleden. Maar af en toe is dit gewoon lekker ontspannen. En na het debakel met de spiegel heb ik dit gewoon even nodig. En ook omdat de Dremel terug is gekomen zonder dat hij is gerepareerd. Daar was ik niet blij mee. Maar die mag ik weer opsturen. En de scharnieren van de spiegel die lieten dus gewoon los. Zo. Dat was gewoon helemaal knullen. Dus nu hebben we twee componentenlijn besteld en binnengekregen van Bison. Die heb ik er net opgedaan. Nu 24 uur wachten en als het goed is, zit hij zo vast als een huis. Nou, jongens, ik ga eventjes relaxen. Baby zit thuis. We zijn iets later aan het eten. Hoe kwam dat, schat? Ik was blij dat mijn sleutels vergeten. Ik kon mijn shop niet dicht doen. Ja. Dus... Ik kon de engel. Here he is to save the day. Toen dacht ik, het is Nationale Pannenkoekendag. Dus wat zijn we aan het eten? Nadat we eerst lekker een stukje kip en nasi. Ja, dat we eerst lekker... Jij bent zeker de leukste thuis, hè?
Nee, nadat we eerst een lekker stukje kip op hebben, zijn we aan de pannenkoeken. Jesse, is die lekker? Hoe doen we dan? Deze. Che buono. Ja, zo sta je pannenkoeken te bakken en zo sta je je droger te redden. We doen dus één keer in de zoveel tijd de hondenmand wassen. En het gaat eigenlijk altijd goed. Alleen nu hebben we dus de fout gemaakt dat we de vulling, en vooral waar de vulling in zit, in de droger hebben gedaan. En dat is gaan smelten. Zit hier een beetje vol. Met een beetje gesmolten, ja, nylonachtig spul. En de rest zit daarin. Dus ik ga eventjes deze, de trommel ga ik afdoen met dit heel fijn staal. Hoop ik eigenlijk dat alle resten weer eruit zijn. Want als dat weer een beetje gaat smelten en het komt in je kleren, dan zijn je kleren naar zo'n grootje. Daar word je niet vrolijk van. Ik ben vandaag met moeder op pad en we gaan naar de Leidschagen Supermall, de allergrootste supermarkt van Nederland. Ik bedoel natuurlijk geen supermarkt, maar een winkelcentrum. Het grootste winkelcentrum van Nederland, dat wordt zo. Knijpergroot. Daar kun je niet bij. Social media influencer hoekje mag niet ontbreken natuurlijk. Zo, zijn we thuis. Mama is bijna thuis, denk ik. Ze zit nog net in de trein. Leidschagen was super vet. Echt mega groot. Echt heel groot. En, maar nu, in deze tijd, is het niet leuk, want alles is dicht. En als je een keer wat eten koopt of zo, dan mag je dan weer niet opeten. Want je mag niet stilstaan en je mondkapje mag niet af. En dan lukt allemaal handhaving rond. En, ja. En het was mega druk. Echt onwijs druk. Echt niet normaal. Dus, we gaan nog een keer terug als alles weer open is en gewoon weer een beetje normaal is. Ik sta inmiddels in de badkamer. En hier is de spiegel. Dit ziet er zeer hoopvol uit. Oké, dacht het wel. Yes, check. Is je lekker slapen? Papa. Ja, schat. Papa. Mama. Papa. Papa, kom eens papa. Mama jou in bed brengen? Papa. Mama jou in bed brengen? Papa. Nee. Of mama? Nee, ik wil papa. Ik wil papa. Hij hoeft dan niet om te huilen. Papa. Hij wil niet meer dat ik hem naar bed breng. Zocht er een hele grote pijp lopen. En hier nog een pijp. Ja. Ja, dus ik dacht misschien moeten we deze gewoon even naar binnen doen. Want zo gaat hij niet zo makkelijk. Oh, die plaat. Ja. Ja, die plaat moet je gewoon kapot trekken naar beneden. We zijn dus inmiddels in de badkamer die we gaan verbouwen. En we hebben dus tegels gekocht. En een douche en een nieuw toilet en alles op en eraan. Die komen ze ergens in april leveren. En we moeten dus. Wat vind je deze mooie? Dit is het jaren 70, man. In de tussentijd gaan we dus deze hele. Ja, zooi eraf halen. Oh ja, wauw. Wow. Dat is wel echt heel retro. Ik zou die gewoon laten zitten.
Oh ja, maar het plafond moeten we dus wel stukken, hè? Ja, het loopt hier ook helemaal omhoog, hè? Ja. Ja. Zie je, ik zit zijden, want het is niet echt zo'n makkelijk plafondetje, zeg maar. We gaan even denken. Even denken en een beetje slopen. Oké. Okay. Dat ga ik gewoon stukken en dan die slurf, zeg maar, die gaat gewoon helemaal weg en dan... Waar is die slurf voor dan? Dat is de afzuiging, maar er zit daar gewoon een motortje op, maar die motor is gewoon hartstikke overleden. Ja. Dus dan kunnen we beter gewoon daar een motortje op zetten, hetzelfde als waar die nu, zeg maar, daar zit. Mm-hmm. In plaats van dan met die hele slurf. En waar is dat gele ding voor? Ja, dat zit even te kijken. Dat is denk ik. Gas. Voor de bovenburen. Nou, dat kan niet wel weg. Ja, die zou ik gewoon wit spuiten straks. Ja. Gewoon wit spuiten. Fiets eromheen en dat wit spuiten. To ja, be continued. En die andere kabels, die kunnen gewoon weg. Want dat is stroom. Dat zit allemaal daar. Jeetje. Dat moet ik allemaal even bekijken hoor. Oké, okay, to be continued. Wij zijn in Meijendal bij Wassenaar. En hier is het Monkeybos. En Jesse die had heel erg zin om te klauteren en om te bouwen. Dus we gaan even kijken wat hier te doen is. Heb je er zin in? Het is onwijs lekker weer, dus we gaan snel het bos. Het bos in. Ja, oh. Let's go! Dit is wel echt super leuk hier. Kluiten, takken, bomen. Ga je erop? En dan gaan we slingeren met z'n tweeën. Ja. Meer? Niet gezellig. Ja? Even lekker boterhammetje tussendoor. Ja. Ja, hè? En waar heb je aapjes gezien? Daar ga ik mee. Ja. Ja, maar aapjes, hè? En de aapjes bijten? Nee, hè? Dit zijn lieve aapjes, hè? En lieve aaien? Ja, lieve aapjes aaien. Nom, 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 nom. Echt wel heel erg leuk. Allemaal tippies van oude boomstammen en stokken. En kabelbaan. En het is echt een hele route die je aflegt. Met de leuke klauterdingetjes. En ik denk als die nog iets ouder is en iets groter, dat hij die dingen zelf kan doen. Want je hebt van die boomstammen, zeg maar, met zo'n touw erboven. En dan moet je dat vastpakken. Een beetje een soort van survival voor kinderen. Dus erg leuk hier. Wauw. Wauw. En hebben we ook nog schapen gezien. Hey. 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 Die zijn cool, hè? Hoe doet de schapen? Nee. Bé.
We zijn inmiddels thuis en Jesse heeft een lekker slaapje gedaan. Heerlijk slaapje. Monkey Boss, hartstikke leuk. Ga er zeker naartoe. Jesse en ik gaan nog eventjes lekker buiten spelen. We zijn poepen. Voor nu. Poepen! En Jesse Silver, moet poepen. Dus we gaan heel snel afsluiten. Duimpje omhoog als je een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. En dan zien we jullie heel graag weer bij de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Duimpje?